Hallo allemaal, hier ben ik weer, Dilaila Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Nou lieve mensen, tegenwoordig is er ook iets nieuws op YouTube. Jullie kunnen mij een bedankje sturen als jullie mijn content leuk vinden. Ja, enorm bedankt alvast. Ik heb al heel veel lieve bedankjes gekregen. En ja, ik hou enorm van jullie. Bedankt ook voor jullie steun en jullie mooie reacties. En nou, ik ben er alleen maar heel erg blij mee. Dus dan kan ik alleen maar verder hierin. En lukt het nou niet om via YouTube een bedankje te sturen, dan heb ik in de beschrijving nog een linkje geplaatst en ook in de reacties hoe je dus op een andere manier een bedankje kan sturen. Nou, I love you. En ik ga vandaag alleen nog maar met positiviteit beginnen. En trouwens sowieso de aankomende video's worden positief, want het is enorm belangrijk dat we nu doorgaan om onszelf naar een hoog bewustzijn te brengen. En daar wil ik jullie graag bij begeleiden. Hoe je dat dus moet gaan doen, want ik zelf wil natuurlijk ook uit deze shithole, zal ik het maar zo noemen. Ja, deze geprogrammeerde nepwereld. En het is heel bijzonder ook weer geweest wat we de afgelopen 3 jaar al hebben meegemaakt. Want enorm veel mensen zijn daardoor tot ontwaken gekomen. Nou is er wel een heel groot ontwaken wat duisternis betreft. Ja, dat we gaan inzien en dat we ineens zien dat we dus voorgelogen zijn of dat we genept zijn, hè, of hoe je het ook maar mag noemen. Maar ook in je eigen programmaties. Het is niet alleen maar van buitenaf, maar het is ook wat er in je afspeelt. Hè, hoe je dus met jezelf omgaat, hoe dat ego allemaal zo tekeer gaat eigenlijk. Hoe je met jezelf continu in discussies gaat, waar je angsten vandaan komen. Dus allemaal ego's en allemaal programmaties is allemaal de valse architect. En er zijn natuurlijk ook mensen die dan zeggen, ja, maar dat ego heb je nodig. Want met het ego, ja, die zegt natuurlijk bijvoorbeeld wel waar je voor moet uitkijken. Of je bepaalde dingen wel of niet moet doen. Nou, eigenlijk heb je dat ego dus niet nodig. Ja, in deze matrix tuurlijk wel, ja. Want je bent jezelf totaal kwijt. Dus dan heb je maar een persoonlijkheid gecreëerd, ja, die voor jou opkomt of iets doet zodat jij niet de val inloopt. Of juist wel, want ja, het kan je alle kanten opsturen natuurlijk, hè. En vooral als je dus niet naar jezelf luistert, hè, want je hebt allemaal een ik ben. En de ik ben is dus gevestigd in jou. En dat is de enige die er echt is, die er altijd is. Dus je ziel, dus je geest, dus hoe je het ook mag noemen. En dat ben jij gewoon, ja. En dat is één met het gehele netwerk, het gehele universum. En dat is niet het internetnetwerk, nee, het is het hele universum. Daarmee ben je verbonden. Daar ben je een deel van. Daar kom je uit. Je komt uit de aarde, uit de substantie, de goddelijke substantie. En het wordt nou eens een keer tijd dat we dit gaan inzien. En in dit boek zul je ook heel veel herhaling tegenkomen. Want net als in de meeste van het Verre Oosten, omdat je jezelf dus opnieuw moet gaan herinneren. Of ja, je moet je inderdaad opnieuw herinneren dat je het werkelijk bent. En we zijn een superkrachtig wezen met zoveel meer intelligentie. De wetenschap loopt al jaren achter. En er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die al lang wel bewezen zijn, maar niet naar buiten mogen komen. Of dat het omgekocht wordt. Of dat, ja, de bevolking is er nog niet klaar voor. Weet je wel, ik bedoel, wie bepaalt dat in godsnaam? We zijn er al lang klaar voor. We hadden er al nooit afgeweken mogen zijn, zeg maar. Maar goed, waarschijnlijk was onze ziel naïef. En moesten we dit meemaken om onszelf te leren kennen. Waar we ons wel goed bij voelen en wat niet. Nou, dat is wel duidelijk. Hè? Als negatieve dingen, dan word je gelijk. Positieve dingen word je gelijk. Yay! Dus ik ga jullie een heel bijzonder boek voorlezen. Dus ik zal elke video zal ik een hoofdstuk behandelen. Het is een werkboek. Het is een geheime leer. Het is ook een boek van Saint Germain. En dit boek is niet op de markt. Ik heb het geprint gekregen. Dus het zijn allemaal blaadjes. En het is niet te koop. Ik heb het in ieder geval niet gevonden. Ik heb het dus ook niet te koop op mijn website. Maar ik wil het heel graag met jullie delen. Ook voor mezelf. Want het is heel belangrijk dat ik gewoon ook heel vaak naar mezelf kan luisteren dus. En dat ik mezelf dus opnieuw programmeer. En dit is natuurlijk helemaal ook voor jullie. En programmeer jezelf vooral met de dingen die goed voor je zijn, waar we ons gelukkig door voelen en dat we naar een hoger bewustzijn, dat we het begripsvermogen laten rijpen, zeg maar.
Nou, hier ga ik beginnen. Dit is geen leesboek, maar een werkboek. Ja, dit bevat de leer van Saint-Germain en toont ons stap voor stap de weg naar meesterschap. De lezer krijgt meer inzicht in de kosmische wetten en de toepassing ervan in zijn dagelijkse leven. Diegene die deze wijsheid in zijn leven integreert, zal al snel verlichting, voorspoed, gezondheid, harmonie, liefde en vrede ervaren in zijn leven. Nou, het is echt zo. Je merkt alleen al bij het luisteren van of bij het lezen ervan dat je al gelijk een hele andere boost krijgt. Ja? Dat je denkt, wauw, dit is het. Dit voelt gewoon wauw. En dat is dus geheime leer, wat ik nu openbaar gooi, niet meer geheim is. Nou, redenvoeringen over de ik ben tegenwoordigheid. Voorwoord bij de Nederlandse vertaling. Ik lees het gewoon helemaal van A tot Z. Dit boek is ontstaan vanuit de studie van enkele vrienden. Op het einde van 1998 vatten vier vrienden het plan op om samen de I Am Discourses van Saint-Germain te lezen en te bespreken. Aangezien de Engelse taal een hinderlijke factor bleek te zijn, werd er besloten om voor elke bijeenkomst een redenvoering te vertalen. Onze enthousiasme over deze teksten werkte zo aanstekelijk dat na enige tijd nog twee geïnteresseerden ons groepje vervoegden. We bespraken niet alleen de teksten, maar ook de uitwerking die de toepassing ervan had op ons persoonlijke leven. We verdiepten ons alsmaar meer in de leer van Saint-Germain en we geraakten er vertrouwd mee. Na enkele maanden ontvingen wij een boodschap waarin Saint-Germain ons, tot onze blijde verrassing, zijn goedkeuring betoonde. Nadien volgden nog boodschappen waarin hij ons aanmoedigde dit pad verder te bewandelen. Zijn aanwezigheid was soms bijna tastbaar. Wanneer er bij de vertaling iets foutief geïnterpreteerd werd, liet hij het ons dan ook klaar en duidelijk weten. De hele vertaling werd onbetwistbaar door hem geleid en regelmatig ontvingen we wenken en aanwijzingen. Zo kregen we op een dag de boodschap dat we deze prachtige leer, nu ze vertaald was, niet voor onszelf mochten houden. Het is ook delen. Hoe meer we delen, hoe meer informatie tot ons komt. Dat is echt zo. Als je het voor jezelf gaat houden, kun je dus niet brainstormen, kun je dus niks leren van een ander. Het is heel belangrijk dat hoe meer je dus praat, ook als ik nu zelf hier na deze video naar jullie toe praat, leer ik voor mezelf. Dat is heel bijzonder. Eerst dachten wij eraan om kopieën te verdelen onder onze vrienden. Maar de opdracht luidde te boekstellen, maar niet te commercialiseren. Want ja, als het weer gecommercialiseerd wordt, dan zal het wel weer ondermijnd worden of weer verkeerd vertaald worden of weer dingen uitgehaald worden. Je kent het wel. Dus daarom is het ook een beetje geheim gehouden. Nou, niet eens geheim, een beetje achtergehouden of zo. Aangezien niemand hier enige ervaring mee had, leek ons dit aanvankelijk een bijna onuitvoerbare taak. Maar de hulp en de aanwijzingen die wij hierbij kregen, tarten elke verbeelding. Met vereende krachten maakten we het boek tot wat het is. Hoewel Saint-Germain nooit fysiek aanwezig was, werd dit boek toch volledig onder zijn auspiciens gerealiseerd. Ondanks de enorme inspanningen die het van ons vergde, zijn wij ontzettend dankbaar dat we dit mochten doen. Want hierdoor zijn we zo doordrongen van de leer van Saint-Germain dat we ze dagelijks bewust toepassen en er dan ook de vruchten mogen van plukken. Nou, we zijn inderdaad allemaal studenten. Het is de bedoeling dat we dus het om gaan zetten. Het is een werkboek. Deze teksten werden in het Engels respectievelijk Amerikaans doorgegeven. Aangezien de trilling van I am op fysiek niveau intenser voelbaar is dan de trilling van ik ben, zou ik de lezer die nog niet vertrouwd is met deze materie willen aanraden om bij het gebruik van de bevestigingen steeds te zeggen ik ben, I am. En de bevestiging te beëindigen door driemaal te zeggen I am, I am, I am. Wanneer u dit bewust doet, zult u de trilling die deze woorden teweeg brengen, fysiek voelen. Het staat ook in de meest van het Verre Oosten. Ik ben. Ik ben bevestigd, ja, direct wat je bent. Het valt mij ook heel vaak op dat ik ook nog wel eens mezelf betrap. Ja, dat je zegt, ik ben moe. Nee, helemaal niet. Ik ben moe. Zo, ik ben. Ik ben Delilah en daarnaast ben ik God. Ja, ik ben helemaal niet het moe zijn, het moe. Nee, ik voel me misschien moe, ja. Maar ik ben, nee,
Dus je bevestigt direct, hè? Het is zo aanwensel dat je zegt of ik ben dit of ik ben zus of ik ben zo. Of weet ik veel, ik ben niet lekker of ik ben, ik veel. Nou, je kan van alles verzinnen. Ik ben leuk is natuurlijk altijd goed. Maar eigenlijk ben je ook niet het leuk. Ik voel me leuk, weet je? Ik ben. Vooral de dingen die je wel graag wilt zijn. Oké, ik wens de lezer zeer veel succes met zijn verdere groei en met het toepassen van deze wijsheid in zijn dagelijks leven. Ik ben ervan overtuigd dat u binnenkort even dankbaar zult zijn als ik, dat dit boek als een godsgeschenk op uw levenspad mocht verschijnen. Nou, ik ben echt heel erg dankbaar dat ik dit mag weten en dat ik dit op mijn pad heb gekregen. Misschien ja, hoeveel jaren, duizenden jaren ik wel niet erover heb gedaan om eindelijk tot dit besef te komen. En nu moet ik het ook echt gaan omzetten. En ja, ik wens me iedereen dat dit omgezet kan worden. Mooie wereld. Hulde. Momenteel wordt de aandacht van de mensen getrokken naar het bewuste begrip en het bewuste gebruik van de woorden ik ben. Dit is het werk van de opgevaren meesters onder wie Saint-Germain, Jezus en anderen van de heerschaar van opgevarenen. Nou, ze zijn niet dood. Ja, dood is een illusie. Deze meesters of mensen zoals jij en ik, maar met een hoger begripsvermogen, hoger bewustzijn, hebben ons al zoveel jaren laten weten. En nog steeds dat deze kracht nog steeds blijft bestaan. Als het een leugen was geweest, dan had het al lang boven water gekomen. Ja? Maar ze laten ons nog steeds weten dat wij het zijn. Dat wij net zo zijn als zij. Ja, en dat we misschien nog wel grotere werken kunnen doen. En dat er geen dood bestaat. Dat we nog steeds altijd leven. Maar dat we ook in ons lichaam, ja, in ons fysieke lichaam, voor eeuwig voort kunnen bestaan in de oneindigheid. Er is geen einde. Dat is ons geleerd omdat we niet meer weten hoe we in ons lichaam kunnen blijven. Ja, na een omstandigheid. Nou, dus daar gaat het vooral over. Hè? Dus hier hoogbewustzijn, dus onsterfelijkheid, eeuwige jeugd, eeuwige gezondheid. Dat is het. En overvloed. Ja, dat we alles bezitten al wat we ons wensen. En niet in hebberigheid. Nou, zonder ophouden zenden zij het grote licht uit om vrijheid, vrede en volmaaktheid te vrijwaren. Het kosmische bevel voor de duurzame gouden eeuw is gegeven. En moet nu op deze planeet tot uitdrukking gebracht worden. Nou, absoluut. De grote opgevaren meesters hebben eeuwenlang gewerkt. Zij hebben het hele systeem waartoe deze aarde behoort voorbereid op de uitbreiding van het licht. Dat zij laten uitstromen. De grote kosmische wet is begonnen. Het licht te bevrijden en te versterken. Overal waar dit licht komt, dwingt het alles tot volmaakte goddelijkheid. Deze groten zijn altijd de bewaarders geweest van het eeuwige innerlijke begrip van het gebruik van de grote scheppende woorden ik ben. Zij en zij alleen konden het volledige begrip doorgeven van wat er gebeurt wanneer deze twee woorden, ik ben, gebruikt worden. Door de eeuwen heen zijn zij de oudere broeders, de beschermers, de bewakers en de onfeilbare leraars van de mensen geweest. De opgevaren meesters zijn de enige onfeilbare bron van onderricht voor de mensen van deze aarde. Want zij zijn geheel goddelijk en één met het hogere zelf van iedere persoon. Iedere mens en vlees en bloed, hè? Zij zijn de levende vervulling van de wet die zij aanleren. Zij zijn de enige die de volledige overwinning over de zogenaamde dood hebben uitgedrukt. De opgevaren meesters zijn de volledige uitdrukking van het licht en de liefde die het universum beheersen en die goddelijke orde handhaven in de ruimte. In de huidige tijd laten de opgevaren meesters hun verenigd licht uitstromen over de aarde. Al wat niet tot het licht behoort, wordt door het licht verteerd. Hun licht zal zich steeds verder uitspreiden over deze planeet, totdat alle mensen de verheven staat bereikt hebben. De aarde zelf wordt een schitterende zon, die op haar vastgestelde weg in de ruimte rondwentelt. De mensheid dankt alle goeds dat ze ooit ontvangen heeft aan deze grote opgevaren meesters, want zij zijn de weg en het middel
waardoor het oneindige goddelijke zelf zijn volmaaktheid uitbreidt in de beperkte handelingen van de mens. De aarde en haar bevolking treden binnen in de Ik Ben-eeuw en hiervoor moet het volledige gebruik van deze Ik Ben-kennis begrepen en gebruikt worden door de mensen die hier nu en in de nabije toekomst leven. De grote kosmische wezens, de opgevaren meesters en de engelenscharen hebben Amerika en haar bevolking zeer veel bescherming gegeven. In het bijzonder de laatste 5 jaar. Iedereen die hen aanroept in naam van de machtige Ik Ben tegenwoordigheid, die zijn gevoelens harmonisch houdt en die voortdurend intense liefde uitzendt naar zijn eigen machtige Ik Ben tegenwoordigheid, zal zonder beperking hulp ontvangen. Dit boek drukt het bewustzijn en de liefde van de opgevaren meesters uit. In het bijzonder van de opgevaren meesters, Saint Germain. Zij zetten zich in voor dit werk, voornamelijk om bescherming, vrijheid, verlichting en volmaaktheid te brengen voor allen die hierover lezen of ermee in contact komen, zodat zij allen meesterschap mogen uitdrukken en bovendien hun verheven staat mogen bereiken. Momenteel heeft iedere student van het licht het voorrecht om in alle ernst en liefde en in naam van de Ik Ben tegenwoordigheid deze groten te aanroepen en de regering en de bevolking van Amerika te beschermen. Om alle ambtenaren van de regering te verlichten, om alles op Amerikaans grondgebied te vervolmaken en om overal gehoorzaamheid af te dwingen aan het licht van God dat nooit faalt. Voorwoord. De 33 redenvoeringen in dit boek werden langs een zichtbare straal van licht en klank gedicteerd door de opgevaren meester Saint-Germain en de andere opgevaren meesters die rechtstreeks betrokken zijn bij dit werk. Dit gebeurde in ons huis gedurende het jaar 1932. De klank van zijn stem was fysiek hoorbaar voor iedereen in de kamer. Bovendien was zijn aanwezigheid zichtbaar en tastbaar. Wanneer hij de kracht en de energie van de lichtstralen uitstraalde om een bijzondere werk te volbrengen. Wij werden gedurende 30 jaar geoefend en voorbereid, zodat Saint Germain in deze huidige wereldcrisis zijn werk zou kunnen volbrengen. Op deze manier komt er ook hulp van de opgevaren meesters om alle mensen die bewust een inspanning doen om zichzelf te verbeteren en om meesterschap te bereiken over alle zaken op aarde, te beschermen en te bevrijden. Dat is ook zo. Als er dus chaotische tijden zijn, staan mensen veel meer open, althans de meeste, om deze kennis te kunnen gaan bevatten. Omdat we op zoek zijn naar kennis en naar ontwikkeling. Het is heel interessant en als ontwikkeld. Hè? Je ontwikkelt, het woord zegt het ook al. Je bent dus verwikkeld en je gaat jezelf nu ontwikkelen. Wij werden gedurende 30 jaar geoefend en voorbereid, zodat Saint-Germain in deze huidige wereldcrisis zijn werk zou kunnen volbrengen. Op deze manier komt er ook hulp van de opgevaren meesters om alle mensen die bewust een inspanning doen om zichzelf te verbeteren en om meesterschap te bereiken over alle zaken op aarde, te beschermen en te bevrijden. Nooit eerder is er zo'n diepgaand en verheffend individueel onderricht over de Ik Ben gegeven. Behalve in de retraites van de grote witte broederschap. In geen 1000 jaar is het ware innerlijke onderricht en het gebruik van de heilige vlam doorgegeven aan de mens. Zoals Saint Germain en anderen van de opgevaren meesters het hebben geopenbaard. Deze groten verleenden hun toestemming om dit innerlijke onderricht en het gebruik van de vlam aan de studenten uit te leggen en door te geven in deze redenvoeringen. Een dergelijk onderricht is nog nooit aan studenten gegeven, tenzij na drie jaar proeftijd in de retraites. De omstandigheden van de stoffelijke wereld zijn momenteel zodanig dat diegenen die ernstig het licht zoeken en een opbouwende levenswijze nastreven, meer dan menselijke hulp moeten krijgen om de huidige periode van chaos te kunnen overleven. Deze chaos is opgestapelde tweedracht, die door de eeuwen heen ontwikkeld is door de mensheid in het algemeen, die nu zwaar drukt op de wereldlijke ervaring van ieder mens. De nood aan bescherming en hulp voor de kinderen van de aarde is op dit ogenblik zo groot dat de grote opgevaren meesters en het legioen van licht, om zo te zeggen, de barrière doorbroken hebben
en dit innerlijk begrip van de machtige ik ben tegenwoordigheid bevrijd hebben in het dagelijks leven van de mensen. Mogen allen die verlangen naar het licht en die een bewuste inspanning doen om hun eigen vrijheid en heerschappij te verwerven, de hulp ontvangen die hun de eeuwige overwinning zal schenken. Tot hiertoe werden enkel fragmenten van het ware begrip van de ik ben tegenwoordigheid aan de mensen gegeven. De opgevaren meester Saint-Germain zegt: het ware begrip van de ik ben tegenwoordigheid is het belangrijkste begrip dat de mensen ooit kunnen hebben. Enkel door dit begrip bewust toe te passen, kan de mens vrijheid en volmaaktheid bekomen. Saint-Germain vindt dit zodanig belangrijk dat hij meer dan 33 redevoeringen gedicteerde, waarin hij uitlegt wat er gebeurt in het leven van iemand wanneer hij of zij zegt: ik ben. Saint-Germain zegt tevens: niets kan iemand in zo'n grote mate zegenen als het bewuste begrip van dit scheppende woord. Wanneer de zin machtige ik ben tegenwoordigheid komt tevoorschijn gebruikt wordt in het boek, dan is dit steeds een aanroep tot de goddelijke tegenwoordigheid om de uitstroming van de volmaaktheid die de aanroeper verlangt verder te laten stromen of te bevrijden. Deze aanroep wordt altijd gedacht, gevoeld, geschreven of gesproken met het gevoel van intense liefde. Het is altijd een aanroep tot God, de machtige ik ben tegenwoordigheid, om overal volmaaktheid te bewerkstelligen. Laat dus op deze manier Gods wil volmaaktheid op aarde uitgedrukt worden. Wanneer een bevel gegeven wordt, is het altijd het menselijke zelf dat een aanroep tot God en in naam van de machtige ik ben tegenwoordigheid de substantie en de energie beveelt te gehoorzamen aan het gegeven bevel. Dit bevel is de zelfbewuste inspanning die vereist is om de deur te openen voor de intelligentie van de ik ben om haar volmaakte uitdrukking te bevrijden. Dit boek bevat niet enkel het begrip van de ik ben van de opgevaren meesters, maar het bevat tevens het bewustzijn van de opgevaren meester Saint-Germain en de straal van licht en liefde vanuit zijn hart. Deze straal is het gevoel en het begrip van zijn volledige macht die zichzelf voor altijd bevestigt. Mogen dit boek de aandacht van ieder die dit leest of ermee in contact komt zo stevig verankeren in zijn eigen persoonlijke goddelijkheid, dat het volledige bewustzijn van de machtige ik ben tegenwoordigheid van de opgevaren meesters de aarde zal vervullen en de eeuwige heerschappij van het licht van God, dat nooit faalt, met de kracht van duizenden zonnen zal bevrijden. Nota: de woorden van Jezus die in dit boek zijn weergegeven, zijn de ware woorden die hij uitsprak, hoewel ze niet altijd letterlijk overeenstemmen met sommige versies van de christelijke Bijbel. Dit feit zou de waarheidzoekende lezer niet mogen verrassen, wanneer hij begrijpt hoe moeilijk het is een correcte vertaling te maken. Bedenk daarbij hoe dikwijls de Bijbel in de laatste 1600 jaar vertaald is. Jezus heeft opnieuw gesproken doorheen de zichtbare straal van licht en klank. Hij verduidelijkte dit gegeven met de volgende woorden: het is inderdaad erg spijtig dat sommige uitspraken uit de Bijbel overschaduwd zijn door menselijke begrippen. Ik ben nochtans dankbaar dat vele uitspraken onveranderlijk zijn gebleven. Ja, nou, menselijke begrippen. Dat is natuurlijk zo, als je niet met een hoger bewustzijn bezig bent, dat je maar dingen moet vertalen, dan is het natuurlijk logisch dat je niet helemaal snapt. Ja? En het is nog steeds, als je dingen dus hoort wat ik je nu vertel, zal dat misschien ook wel ongeloof zijn. Of dat je misschien ook wel denkt van, nou, het zal allemaal wel, of hoe dan? Of dat er allemaal vragen in je opkomen, of hoe leer ik dit dan? Of, nou ja, dat ga ik jullie dus allemaal vertellen. En dat doe ik allemaal met liefde, want dit is zo mooi en dit is waar we echt voor jezelf, voor mezelf weten, maar ik wil hier naartoe, ja, met mijn bewustzijn. Ik wil kunnen leviteren, kunnen materialiseren, ik wil kunnen telekineren, ik wil van alles en nog wat kunnen om mijn talenten juist te ontwikkelen. En ik heb het vaak,
dat ik telepathie bijvoorbeeld heb, dat is logisch. Je voelt ook steeds meer. Heel veel mensen hebben dit. Of dat je andere dingen ontwikkeld hebt. Dus als je het zelf ervaart, dan is het voor jou een weten. En dat is hoe meer je dus in contact komt met bepaalde materie. Dus hetzelfde als dat je in het begin misschien niet zag dat het hele systeem nepzooi is. Of dat de hele politiek liegt. Hè? Dat je dacht, nou, hun zijn de enigen die het wel weten. Of hun weten het allemaal, die hebben het beste met ons voor. Dat je dat ineens nu inziet. Dat komt omdat je op zoek ging. Ja, op zoek naar de waarheid gaat. En als je hier nou op zoek gaat, dan ga je dingen zien. Die je eerst niet zag of niet voor mogelijk hield te houden. Dus hoe meer je je ermee omringt, hoe meer je gaat zoeken ook naar deze waarheid, ja, of nou ja, het is allemaal één waarheid. Maar als je op zoek gaat naar de waarheid, dan kom je ook hierachter wie jij als mens bent. Dus het gaat er niet alleen maar om dat je, dat we erachter zijn gekomen hoe je bedonderd bent. Maar het gaat er nu ook vooral om wie ben ik. Ja? Als er dus zoveel gelogen is, wat is dan wel de waarheid? En dan ga je dingen hierin zien. Het is heel bijzonder. Nou, lieve mensen, bedankt voor het kijken. Ik ga jullie in de volgende video ga ik dus beginnen met redenvoering 1. Dit is het voorstuk en dan ga ik jullie helemaal uitleggen hoe het allemaal zit. En in de volgende video ga ik jullie dus meer vertellen over dit boek. En dan ga ik iedere keer een hoofdstuk voorlezen. Nou, bedankt allemaal. En hieronder kun je dus een bedankje sturen. En je kan me liken, je kan me delen. Als je mijn video's deelt, dan kom ik dus veel hoger in de ranking. En dan kunnen meer mensen dus deze wijsheden leren. En daar ben ik hartstikke blij dus om. Ja, nou verder tot de volgende video.